Ja, dit lukt dus niet, hè? Nee. Onvoorzichtig. De helft van de Gelderlanders met een lichamelijke beperking voelt zich zelden geaccepteerd door de maatschappij en mist het gevoel echt mee te kunnen doen. Dat blijkt uit een enquête van Omroep Gelderland die door ruim 200 mensen is ingevuld. En dat gevoel wordt vooral veroorzaakt door allerlei obstakels, waardoor meedoen moeilijk is. Ja, dit lukt dus niet, hè? Nee. Onvoorzichtig. We zijn hier gewoon fietsen, jongens. Wat is dat nou weer voor onzin? Dit gaat niet lukken, nee. Toiletten waar je niet in kan, een drempel bij een café, fietsen op de stoep. 60% van de Gelderlanders met een lichamelijke beperking meldt in ons onderzoek regelmatig dit soort obstakels te treffen. Nee, dit gaat mij niet lukken. Ik voel me op deze momenten pas beperkt. Er zijn genoeg mensen die willen helpen, geven de ondervraagden aan, maar ze willen het zo graag zelf doen. Je voelt je afhankelijk. Afhankelijk van anderen. En dat voelt niet fijn. En die zelfstandigheid vergroten kan vaak al met kleine aanpassingen. Vanuit je rolstoel kun je niet bij deze hoge glasbak in Ulft, maar wel bij deze aangepaste versie. Ondanks mijn beperking ben ik gewoon zelfstandig om mijn glas op te removen. Niet mijn vrouw, kinderen of wie dan ook te vragen. Hè? Nee. Dus en dit makkelijk kan het zijn, hè? Ja, en alleen doordat het stoepje... Alleen even een klein opreepje op de stoep en klaar, hè?